Wanneer je tegen de Miami Heat moet, weet je altijd dat het lastig wordt. Maar eerst gaan we even naar onze option settings en zetten de niveau eentje hoger. Want we wonnen veel te makkelijk net, of vorige aflevering moet ik zeggen, van de Cleveland Cavaliers. Dus we gaan een niveau hoger en het is nu tijd voor de Miami Heat. Let's go! Kevin Garnett getting ready. Ouwe lul. Het wordt vechten vandaag. Wat een selectie. Chalmers, Wade, James, Battier en Bosch. Tegen Williams, Johnson, Pierce, Garnett en Lopez. Wat een spelers. Mijn spelers zijn alleen een beetje oud, washed up. En krijgen overbetaald echt te veel geld. Daar is die de man. LeBron James. Getting ready. Iedereen succes wensen. Tip of time is here. Match of the year in Brooklyn. Bosch op de center. We moeten de tip of dus wel kunnen winnen. En ik zie dat mijn my player een beetje fucked up doet. Want nou krijgen we... Ja, we willen niet de shooting guard besturen. We willen gewoon alles. Let's go. En we winnen de tip. Williams... Mag dus de eerste positie opzetten. Lopez wacht de bal op. Gaat dit al lukken? En of dat gaat lukken? Eerste aanval van de Heat. Bijna de bal. Bosch pakt op. Nee, Chalmers, dat gaat hem niet worden. Oh, goede verdediging. Pierce, komt hij er langs? Nee, natuurlijk niet. Te sloom, jongens, te sloom. Williams kwam er langs, maar wordt daar gewoon uit... Ah. Williams kon niet langs zijn eigen teammaat eigenlijk. Lopez stond in de weg. Oh, Shane Battier open voor 3. Miste 3. Dan staan ze in één keer allemaal open, lijkt het wel. En dan heeft James de punt en de fout mee. Wow, James choking op de free throw line. Nope. Paas naar... Ah, te laat. Oké, next. Oh, ah, een beetje te laat geschoten, maat. Kom op, ah, Johnson. Pak de rebound soms, joh. De start is slecht. De start is heel slecht. Van beide teams, eigenlijk. Maar goed, er is nog zat tijd. Moet alleen eens een keer wat opzetten. Pick and roll met Lopez. Lopez komt er in ieder geval langs. Slamt erin. Voor de extra puntjes. Maar goed, Lopez heeft nu 2 keer aangevallen. En zou hij alweer bijna moe zijn. Want zijn stamina is echt ruk. Oh, kom op. Pierce met de dive. Maar komt er niet bij. James die gewoon niks doet. Ik was even slammen als ik James was. Goeie blok van Garnett. Met de bal naar Williams. Alleen de Heat is gauw terug, jongens. De Heat is heel gauw terug. Oh, Lopez, slim gespeeld. Stand gelijk, 6-6. Oké, Kevin Garnett, pick and roll met jou dit keer. Je hebt nog niet veel gedaan deze wedstrijd. Kijk, helemaal open. En zo pakt ook Garnett zijn puntjes mee. James. Ah, Battier. Kom op, Garnett. Beter verdedigen daar, jongen. Ik vraag me af. Het is wel fair, hoor. Wint Garnett het van Battier? Ja, dat wint hij. Mooi.
Garnett is oud, maar in de post is die goud. Nou, dat valt wel mee. We gaan denk ik ook nog lozen. We gaan groot een deel van het team lozen in trades. Althans, dat gaan we proberen. Goed, goed. Goed verdedigd. Williams. Dunkend maar, jongen. Stand gelijk. In de Nike replay. Catching air. Woo! Whoa! Wait, showing moves. We komen niet dichterbij, maar we vallen ook niet verder terug. Het is een aparte wedstrijd. Williams, met een miss. Nou kunnen we wel dus verder terugvallen. Moeten defense hebben. En dat hebben we niet. Want dat zijn punten. Het gaat niet goed, de Heat is killing us, eigenlijk. Goeie moves van Blatch. Yes, Garnett met een blok. Garnett is altijd wel goed te verdedigen, dus daar is hij nog wel handig in. No! Woo! Wow, James, fuck off! Oh, open lijn voor Johnson! Dunk het er maar in. Slim, slim en mooi gespeeld. Bosh, jij bent geen echte center. Jij bent geen Blatch. Kijk, Blatch verslaat jou, jongen. No, James open. Ja, dat raakt hij altijd. Nee, dat is de verkeerde. What the fuck? Ik wou naar Blatch. Die stond open. Onlogische paas. What the fuck? Nee, mis. Rebound voor ons. Netjes. Er is nog hoop. Er is altijd hoop. Oh, wat een kutpaas. Livingston, wat doe je nou? Wat doe je me aan? Zou ik je niet opgevoed? Oké, Blatch. Je kan... Oh, hij mist. Anderson met de rebound. Oké. Kijk, het nadeel is, we hebben nu Kirilenko op de power forward, maar die gaat niet inside. Alleen inside als je hem aanstuurt, maar we missen nou eigenlijk een rebounder. Kom op, Anderson. No! Thornton. Rebound en layup hem in. Kom op, Livingston. Stop die Chalmers. Je kan het. No, woede, Waarom was Chalmers nou in één keer open dan? Kom on, Blatch. What the fuck, Blatch? Dat is toch geen pick and roll, man? Kijk, dat is wat beter. Hey, ik weet niet hoe die daar nou in één keer open kwam voor een dunk, maar we nemen hem. No way. Game as we wrap up the second half. And as he has gained more experience in the league,
Staan gewoon dikke 8 punten achter. Dit gaat gewoon nergens over. Lopez, veel te ver naar buiten. Oh, Garnett staat daar wel leuk. Moet hij het alleen wel afmaken? What the fuck, man? Oké, we forceren de miss bij James. Pakt hij nog de rebound? Oh, wat een blok bij Lopez, maar... Fucking heat met al die rebounds. Kijk, Williams. Gaat Williams ons misschien dragen? Kunnen we weer goed verdedigen en dit keer gewoon zelf de rebound hebben? Zou nog mooier zijn namelijk. James paast in ieder geval weg. Kijk, weer goed verdedigd. En dit keer hebben we de rebound. Dus betekent dat we iets moeten kunnen doen. Wow, wat een paas. Maar wanneer je Garnett op Chalmers hebt... Fuck jou, Battier, te laat. Garnett met de puntjes. Nope. Kom op, Lopez. Goed verdedigd en de rebound. Gaan we weer voor nog meer punten. Niemand loopt echt op tijd. Oh, Johnson. Open voor 3. 3 punten verschil, kom maar. Oh, mooi gespeeld van James. Het probleem tegen de Heat is gewoon, we zijn nu afgevallen. 8 punten, en nu als wij scoren, scoren hun ook. Dat is niet echt lekker. En daar is een verspeelde kans van Paul Pierce. Goeie blok. Williams. Doe het. In ieder geval de fout. Dus we kunnen nog 2 puntjes pakken. Om de derde kwart af te sluiten. Dat is 1. En dat is 2. Met een 6 punten verschil sluiten de derde af. Livingston komt er simpel langs. Kirilenko open voor 3. Goed begin van de vierde kwart. 3 punten verschil, het is nog niet over, maar we moeten goed verdedigen nu. Defense is key. Hoe de hel raakt hij toch alles? Garnett. Help me, buddy. Ik weet dat je het kan. Alleen dat doe je dus niet. No. 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 Woo. Catching a breath. Nee! Nou, what the fuck gebeurt er toch allemaal, man? Garnett op James, dat vertrouw ik al helemaal niet. Oké, dat wordt een aanval van helemaal niks. Oh, Livingston! Livingston, komt er langs. Oh. Oh, wat de hel gebeurt hier allemaal? Wow, Garnett! Wow, dat was open, jongen. Wow, Garnett, you're leaving me alone. Je pakt in ieder geval de rebound. Lopez. Kijk, zo moet het.
Het verschil is maar 3 punten. 3. Eens kijken of we iets fatsoenlijks kunnen doen in plaats van... Hé, dat is geen pick and roll, Garnett. Wauw. We moeten nou heel snel zijn. Thornton. Nope. Goed verdedigd, maar geen rebound. Uh-oh. Oeh, hij mist. Pierce is cold. We moeten hem eens even warm maken. Dat is toch wel goed gespeeld. Ja, blok van Lopez. Williams, alsjeblieft raak het. Ja, en Garnett wordt hyped, want we hebben de leiding. Na zo wat de hele wedstrijd achter te hebben gestaan, hebben we de leiding. En zo staan we 5 punten achter. Ik begin mijn hoop te verliezen, jongens. Ik begin mijn hoop te verliezen. En dat is niet goed. Je moet altijd vertrouwen hebben, wil je een beetje kans maken. Kijk, oh, wat een kutpaas. En dan verlies je natuurlijk ook nog eens bal. Op het moment dat je omhoog gaat. En dan maakt LeBron de 7 punten verschil van. En ik zeg... Deze wedstrijd is over. De Heat was het betere team. Het is ook het team met de betere spelers. Kom op, Blatch. We moeten schieten, anders wordt er afgefloten voor 5 seconden. Maar we hebben de punten. Maar het punt is, we kunnen op niemand echt intentional falen. Want ze raken allemaal wel van de vrije worplijn. Dat is kut. Dat is zo kut aan de Heat. Ze hebben iedereen nou, op dat team kan vrije worpen schieten. En dan verliezen we ook nog eens bal. Wauw, wat een paas. Maar wat een blok. Alleen geen rebound. En dan is er een fout. Gaan we toch intentional fouten maken. Wij moeten die bal... Chalmers helemaal open daar. Geen defense van Pierce. Dit is over. Dit is over. No way dat we in 30 seconden zoveel punten wegwerken. Eerlijk is eerlijk. De Heat was beter. En de Heat verdient ook deze overwinning dus. Geef een miss. Met Johnson. En dan is het over. Wat jammer. Ja. Tijd tikt af en dan gaat de laatste buzzer. Wel een leuke wedstrijd, maar ik had liever gewonnen. En dan krijgen we natuurlijk een interview. Wat balen. Nou ja, dat was deze aflevering. Ik hoop dat jullie het wat vonden. Laat een like achter voor als je het leuk vond of voor de steun. En ik check jullie volgende aflevering weer. Laters.